gaan nu snel naar de bioscoop. Maar hij is al begonnen. I'm going to go insane in my brain. Nee, ik heb er geen zin in. Moest ik je... Dat was wel fijn geweest. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlogmas. Het is vandaag alweer vlogmas dag nummer 3. Ik ga nu heel snel even mijn make-upje opdoen, want ik moet even boodschappen doen voor zaterdag. Alweer boodschappen doen, I know, oh my god. Maar ik moet boodschappen doen voor zaterdag, want zaterdag is Memphis jarig. Dus dan kom ik te visite en dan wil ik alvast alles in huis hebben en klaar hebben. Tada! Ik heb dus gewoon even een doek op en een knot. Ik denk net zo makkelijk. Echt waar, af en toe weet ik niet waar ik de tijd vandaan haal. Kijk, wat ik doe is altijd gewoon mijn wenkbrauw omhoog drukken. En dan doe ik er eigenlijk niks op. Zodat je die lift omhoog krijgt, vind ik altijd wel mooi. En dan niet te dik ingekleurd of zo, weet je. Gewoon lekker die lift. Het liefst doe ik het met haarlak. Maar ik heb dus laatst gelezen dat dat echt heel slecht is voor je haartjes. Want dan trek je er zelfs... zeg maar als het ware uit. En ik wil juist dat ze vol worden en niet afbreken. Dus ja. En wat ik ook nog eventjes wil doen, is eigenlijk beginnen in het huis. Want ik had wel gezegd dat ik 7 januari pas... Januari of februari? Weet ik niet meer. 7 januari volgens mij. De sleutel krijg. Maar ik krijg officieel, dus we hebben van de verkoper al de sleutel gekregen. Omdat het een leeg huis is. En er staat ook helemaal leeg. We hebben dus alvast de sleutel gekregen om dat dingetje erin te doen. Echt super chill natuurlijk. Maar ja, dan moet je er wel aan toekomen. Met al die feestdagen en alles. Is dat echt lastig om daar dan aan toe te komen. Maar ja, we shall see. Oké, ik ben klaar met aankleden. Ik heb dit aan, gewoon een broek en een body. En hierover doe ik nog een hele lange vest aan met zwarte schoentjes. Ik weet alleen nog niet welke, maar dat zullen we wel zien. In ieder geval ben ik happy dat ik mijn make-up erop heb gekregen op tijd en alles. Ik bedoelde dit dus met je wenkbrauwen liften. Maar ja, ik heb hier nog een gaatje waar nog haar moet komen. Maar op zich doe ik nu helemaal niks meer aan mijn wenkbrauwen. Ik laat ze niet tweeten. Ik weet niet wie dat noemt. Epileren. Ik laat ze niet epileren. Ik laat ze gewoon zo groeien. En ja, sommige dagen heb je dan een bushy woosh. En dat staat gewoon lekker natuurlijk. En daar hou ik van. Ik ben vandaag ook bezig met de was. Oh, jezus Mina. En dit moet ik daar nog allemaal vouwen. Nou, het is niet heel veel. Maar ja, heb ik er zin in? Nee, ik heb er geen zin in. Moest ik je... Dat was wel fijn geweest. Wat een volle kar. Dit was hem, hè? Oh ja. Ja. Zo koud. De was doen, want dit is ook weer niet normaal hoeveel dit allemaal is. I'm going to go insane in my brain. Die was, daar komt nooit een eind aan, ik zweer het. Helemaal vol weer. Dit is, ik heb hier zo'n hekel aan, hè, als hij zo zit. Binnenste buiten gevouwen. Of ze dat nou expres iedere keer doen, I don't know. Maar al die broeken zijn altijd zo bij mij. En dan moet ik ze er helemaal uithalen voordat ik ze kan ophangen. Dat vind ik gewoon echt bloody vervelend. Sorry, ik kan er gewoon niet tegen. En echt al die motherfucking broeken zijn al zo. Zo voor ons uit de last te komen. Zo. Nog één. Fuck, fuck, fuck. Hier ook weer één. Nog eentje. Heel petit. Koekje, ren maar naar de kast. Ga maar. Oh, dat is lekker. Wat is het grauw buiten vandaag, zeg. Kijk nou.
Echt grauw. Ik heb dus mijn sjaal nog steeds om, omdat ik het gewoon nog steeds hartstikke koud heb. 1 uur volgens mij en ik weet niet wat ik ga lunchen. Ik denk gewoon een broodje. Lekker simpel, voordat de jongens thuis komen. Love it. We zijn net klaar met editen. Ik heb alles afgekregen. Again. Ik heb hier dus thee met gember, zoals je kan zien. Maar ik heb ook een groene theezakje. Die heb ik heel lang laten trekken erin. Ik had een heel klein laagje water. En dan kreeg je echt die donkere kleur. En dan kreeg je echt een groene theesmaak. Ik dronk dat heel veel toen ik op dieet was. Toen ik nog wat dikker was. Ja, nu is dat echt gewoon een favoriet gebleven eigenlijk. Nu drink ik alleen maar groene thee. Dus ik was ermee begonnen toen ik best wel overgewicht had. En nu vind ik het gewoon echt lekker. Toen vond ik het echt smerig. Dacht ik echt, waarom moet ik dit drinken? En nu vind ik het gewoon hemels. Dat is maar waar je lichaam aan bent, denk ik. Memphis! Waar gaan we naartoe? Naar het strand. Nee, niet naar het strand. Het is wel te koud nog, gekkie, voor het strand. Waar gaan we naartoe? Naar de... dokter. Logopedie. We gaan niet naar logopedie. Oh, sorry. Ja. We gaan wel naar logopedie. En we gaan wel naar de bovenste verdieping. Wij gaan nu snel naar de bioscoop. Maar hij is al begonnen. Maar hij is al begonnen. Wij dachten 18:30, maar het was dus eerder. Welke kant op, schat? Nog één naar boven, denk ik. 10. Oh, ik wil bijna deze kant gaan. Deze kant. Maar wij gaan dus snel even naar de bioscoop, naar Jumanji. Want de bioscoop hier in Noord is open. Dus wij dachten van, nou ja, dat is wel een keer leuk. Maar het is echt... Ja, het is echt heel rustig. En er is helemaal niemand. Ja, ik denk dat in onze zaal bijna niemand is. Maar ja, we gaan zitten. Oh, welke stoelnummers hebben wij? Want dan zit ik daar weer te kutten. Dit was alweer het einde van mijn vlogmas. Vond je dit een leuke vlogmas? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. En dan zie ik je morgen weer om 18:30. Let op, ik film van maandag tot en met vrijdag is een vlogmas, zodat ik het weekend nog vrij heb. Ik weet, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik wil het voor de zekerheid even duidelijk hebben. Want soms is mijn communicatie niet echt dat je denkt van, hoe je van het. Maar anyhow, dan zie ik jullie morgen. Of have a great day. I don't know.